Ja, voorzitter, een betrokken betoog om alle Oekraïners ook uiteindelijk onder de spreidingswet te brengen. Zou de Partij van de Arbeid, GroenLinks of GroenLinks Partij van de Arbeid ook een voorstander zijn om onder die spreidingswet ook onder te brengen dak- en thuislozen en woningzoekenden die langer dan 10 jaar op de wachtlijst staan, voorzitter? Mevrouw Pieri. Ja, sorry voorzitter. Allereerst toch een correctie met wat ik hier heb gezegd. Ik heb hier niet gepleit voor het onderbrengen van alle Oekraïners onder de spreidingswet. Juist niet, want ik denk tegen die tijd zitten die mensen hier al 2 of 3 jaar op dezelfde locatie waar ze werken, waar hun kinderen naar school gaan. Het laatste wat we moeten willen is dat ze dan opeens vanwege de noodzaak om te spreiden door het hele land na 3 jaar opeens hun spullen weer moeten oppakken. Ik heb hier gewezen op het vraagstuk dat ik zie dat we mogelijk, en dat blijkt ook gisteren in de jaarbeurs, op een gegeven moment in de knel komen, zeker met een hogere instroom, dat gemeenten op vrijwillige basis niet een genoeg aantal opvangplekken kunnen leveren. En toen was mijn vraag, kan dan voor die nieuwe instroom bijvoorbeeld, mensen die minder dan een jaar geleden hier zijn aangekomen, alsnog gekeken worden naar die spreidingswet, omdat dit namelijk een groep mensen is die wel een asielaanvraag hebben ingediend. En dat geldt niet voor de groepen mensen die mevrouw Keijzer daarnet heeft gezegd. Vervolgvraag. Nee, voorzitter, maar dat zijn ook mensen die op zoek zijn naar huisvesting. Dus nogmaals mijn vraag. Mevrouw Pieri dan voorstander van het onder de spreidingswet brengen van dak- en thuislozen die op zoek zijn naar een vaste woonplek en woningzoekenden die, 10 jaar, maar 8 jaar kan natuurlijk ook, voorzitter, al op de wachtlijst staan. En nog bijvoorbeeld bij hun ouders op zolder wonen of met z'n drieën, driehoog achter. Punt is helder, mevrouw Pieri. Kijk, ik kijk graag en mijn collega's zeker op andere terreinen met de BBB hoe wij op een goede manier oplossingen kunnen vinden voor alle andere mensen die hier op zoek zijn naar een locatie. Wat een van de voorstellen die ik net ook deed aan de staatssecretaris is, waarom geef je nu niet de gemeente zekerheid dat ze voor de komende 3 tot 5 jaar gewoon locaties kunnen omvormen, eventueel voor de opvang van Oekraïners, maar dat geldt natuurlijk ook net zo goed voor andere plekken.